Voor de 10e achtereenvolgende maal zijn op de Dam in Amsterdam behendigheidswedstrijden gehouden met vork en trucks. De Amsterdammers hadden ditmaal een 8-tal chauffeurs uit Rotterdam uitgenodigd om met hen in het strijdperk te treden. Een van de opgaven was om een aantal jampotjes te vullen met de poten van een tafeltje. Niet minder moeilijk was de opdracht om een bierglas en een fles, zonder dat een druppel van het bruisende vocht verloren ging, keurig als op een presenteerblaadje te serveren aan een klant die blijkbaar al onder de tafel lag. In de havens hoeven de chauffeurs nooit met emmers water te manipuleren, maar op de Dam moesten ze dat wel. De bestuurders hadden de opdracht twee volle emmers aan weerszijden van een balk in een stellage op te hangen. Het publiek, waaronder zelfs toeschouwers uit India, keek gespannen toe hoe het toeging bij dit twee emmertjes water halen. Maar daarmee was de maat niet vol, want ze moesten ook twee emmertjes water brengen. De eerste prijs ging naar Amsterdam, maar Rotterdam kwam eervol op de tweede plaats. En daarom konden de beide havensteden eensgezind in de wolken zijn.